ben het CHK-formulier aan het uitprinten, want we gaan natuurlijk volgende week op vakantie. En dan moet ik dus een goedkeuring hebben voor mijn medicatie. Waar gaan we heen dan? We gaan naar Griekenland. Wat gaan we daar doen dan? We gaan daar de economie herstellen. Oh, ik dacht dat we het al afgesproken dat we niks gingen doen. Hallo. We zijn op Schiphol. Oké, soms heeft een rolstoel zo zijn voordelen. Ja. Dit is de rij. Dit is onze rij. Er staat helemaal niemand. Want we worden zo geholpen als eerste. Althans, dat is de bedoeling. Altijd spannend of het ook gaat gebeuren, maar het komt vast wel goed. We zijn hier nog wel even. Ja, dik anderhalf uur erbij. Want de vlucht is vertraagd. Hop, ik ben al voor je. Ja, want ik kijk alleen maar naar de camera, dus ik loop tegen je. Wat hè, als je 2 uur op de vlucht moet wachten. Een lol hebben op een rolband. Een rolband. Rolstoel op rolband. Op een gegeven moment moet je het wel zelf weer gaan doen, hè? Ik ben nog gewoon weer lekker zitten zo. Dag la la la. La 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 la. Maar ik krijg niet het gek. Nou, wat gaan we nu de komende 2 uur doen? Wachten. Vliegtuigjes kijken. Ook leuk, je hebt soms van die vliegtuigmaatschappijen die heel vrolijk beschilderd zijn. Die vind ik ook leuk. Ja, die vind ik ook leuk. Het schijnt op kip te lijken, dus het is voetvuren saus met kip en die moet rijst zijn. We gaan nu dus in een klein rolstoeltje dat tussen de, door het gangpad past van het vliegtuig. Yes. Zwaaien, Paul? Ja, zo hoort dat, hè? Dat is fijn, hè? Een speciale vorm. Daar ben ik dol op. We komen dus uit de andere kant van het vliegtuig. Dan laat je mijn rad op. Thuis? Thank you. De golven van Griekenland.
zijn een beetje stuk her en der. Maar dan mag de pret niet. Nee, gewoon hele stukken zijn weg. Oh ja, een beetje hobbelig. Bodyguard gaat mee. Ik weet niet wat hij doet, maar... We weten niet wat hij doet, maar hij gaat wel mee. Lange vertraging zijn we aangekomen en alles is goed. Hier gaan wij de komende dagen doorbrengen. Eerste indruk van mij is wel helemaal goed. Het is lekker rustig, het is luxe. Daar een heerlijke bar heb ik al gespot waar we straks lekker een koud biertje kunnen gaan drinken. Goedemorgen, Kat. Goed, op zoek naar een toegankelijk strand. Ik heb mijn traantjes opgedroogd. Ik moest hier dus echt om huilen.